Al zo'n beetje het hele jaar is Crescendo uit Milsbeek druk bezig met de voorbereidingen voor de tweede editie van Celebration. Nou, vandaag vindt er hier in het Trefpunt een doorloop plaats en wij zijn erbij om even te kijken wat houdt Celebration precies in en wat kunnen we gaan verwachten de 14e en 15e oktober. Om alvast een klein beetje in de sfeer te komen en een indruk te krijgen, eerst wat beelden van de vorige editie uit 2009. De artistiek en muzikaal leider van de fanfare en tevens bedenker van het Celebration concept, Hans Marinissen. Hans, Celebration, wat houdt het precies in? Ja, Celebration is vooral een feest, vooral een spektakel. Een combinatie tussen de fanfare, de artiesten en uiteraard ook het combo, de band die samen met ons mee zal spelen. Het moet vooral een feest worden. Dus het is ook geen concert waar de mensen op een stoel gaan zitten om te luisteren naar de muziek. Nee, het is echt de bedoeling dat de mensen meedoen en ja, samen met ons daar een feest van gaan maken. Dus eigenlijk het feest, dat is eigenlijk het echte Celebration concept. En er zit ook een beetje de naam al. In de naam, ja, vandaar de naam, ja. Celebration. Ja, ja. Ja, nou dan heel veel succes met deze geweldige doorloop en repetitie van Celebration. En nou, we gaan eventjes kijken. Mede verantwoordelijk voor de muzikale programmering van deze editie is Petra. En een van onze zangeressen is Chantal. En deze dames kunnen ons dus alles gaan vertellen over de nieuwe editie van Celebration. Nou Petra, we hebben wat beelden van de vorige keer kunnen zien. Komt er dit keer weer zo'n zwoel samenspel tussen een saxofonist en een mooie jonge blonde dame? Of wordt het nog iets vuriger? Helaas dat niet, maar het wordt wel wat vuriger en wat spannender. Ja. En als we kijken in vergelijking met de editie van 2009, wat verandert er deze keer? Er zijn ook weer wat nieuwe artiesten bij die nog niet eerder hebben meegedaan. En als ik voor mezelf spreek, ik ga een duet zingen. Een duet met wie, mogen we dat ook al weten? Ja, dat verklap ik nog niet, maar het is een hele prominente Milsbekenaar. Wat ik erg mooi is deze keer is dat ook de fanfare wat meer op de voorgrond staat wat blaaswerk betreft. Ik denk dat we het allemaal een beetje als een verrassing moeten laten. Ja, dat lijkt me een goed plan. Nou, mocht je meer willen weten over Celebration, kijk dan op de site www.fanfarecrescendo.nl. En ook voor kaartjes kun je daar terecht, maar ook bij Attent Milsbeek kunnen kaartjes gekocht gaan worden. Nou, dames, hartstikke mooi. In ieder geval heel veel succes deze volgende editie. Dank je wel. En succes met de repetitie vanmiddag. Dank je wel. Dank je wel.